Als je zo'n beetje halverwege september bent, dan weet je dat er een aantal dingen gaan gebeuren. Je krijgt de voetbalgames binnen. En het shooterverstijl gaat uh, losbarsten. Omdat het najaar eraan komt. En dan worden eigenlijk altijd de grote multiplayer-shooters neergezet. Nou dit jaar krijgen we dus Battlefield, Halo. En Call of Duty Vanguard. Nou, van die laatste was er dus afgelopen weekend een beta. Die was open voor mensen die een PlayStation 4 of een PlayStation 5 versie al hadden gepreorderd. Verder uh, mochten uh, influencers natuurlijk weer codes uh, rondstrooien. En uh, nou, ik had er één gehad van Activision. Waarvoor dank. En ik heb de game dus het uh, afgelopen weekend uh, aan gort gespeeld. Want uh, ik denk dat ik toch wel een potje of 50, 60 heb gespeeld van de multiplayer. En de multiplayer bestond uit drie maps. Kan ik niet helemaal uit mijn hoofd. Hotel Royale. Dat was een. Um, ja, een op, op een dak. op een dak gebaseerde map. met. Uh, ja, een soort van. Ja, Traditioneel aan de binnenkant een soort indoor gedeelte waar je boven op elkaar zit en aan de buitenkant heb je dan uh, uh, looproutes. Nou hier zie je deze map. Je ziet deze binnenkant is vrij claustrofobisch. Uh, heel veel uh, objecten die er allemaal in staan. Nou ja, daar loopt dus inderdaad een soldaat. Um, grappig is dat men beloofd heeft dat de omgeving kapot kan. Uh, dat zag ik nog eigenlijk niet heel erg terug in deze beta destructive environments. Waarschijnlijk zal dat gewoon veel meer zitten in den campaign. Heen. Hier had ik er niet zoveel uh, van te zien, maar je ziet het. Uh, je kunt eigenlijk aan, uh, aan, aan weerszijden en midden door, via de daken uh, uh, eromheen lopen. Kun je ook weer via de daken weer in dat middelste gedeelte komen waar je uh, op boven op elkaar zit. Um, dat was dus de eerste map. Daarnaast had je nog Gavatu, gavutu dat was een, een tropisch eiland. En je had Red Star, dat was meer een ijzige. Uh, vlakte, een ijzige Russische vlakte, en dat was verreweg de grootste map waar je in kon uh, spelen. Wat kon je spelen? Uh, eigenlijk uh, drie modes hadden ze erin gezet. Blitz, Champion Hill en Champion Hill voor trio's. Blitz is 12 tegen 12 deathmatch. In het begin was het trouwens 6 tegen 6, dat was vrijdag. En Champion Hill is een iets andere uh, waar het meer om eliminatie gaat uh, uiteindelijk. Um, ja, ik ben een team deathmatch speler, dus ik heb me voornamelijk gefocust op team deathmatch. Um, dat is wat je kon doen, meer niet. Gewoon multiplayer spelen. Logisch. Dat is waar een beta voor is. Warzone komt pas later. Dit is eerst gewoon de multiplayer. Daar waar Call of Duty mee bekend is geworden. Nou goed, dan gaat het erom. Wat vond ik ervan? Dat is natuurlijk waar jullie op wachten. Het antwoord. Allereerst moet ik even aangeven. Ik heb hem, Ik heb de game op de PlayStation. 4 gespeeld. Ik heb geen Playstation 5 thuis, maar ik heb het ook bewust op de Playstation 4 gespeeld, want je kunt van alles en nog wat zeggen over de Playstation 5. Het is natuurlijk mooier, uh, de DualShock controller hè, die heeft die, die triggers die gewoon uh, wat, wat beter aanvoelen als, je, als het gaat om het schieten van wapens. Maar, er zijn er nu... Pff. Ik weet niet, zijn er al 7, 8, 9 miljoen van verkocht van de PlayStation 5? Dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot de 100 miljoen uh, PlayStation 4's die er zijn. Dus de meeste mensen zullen de game uiteindelijk op de PlayStation 4 gaan spelen. Plus, dat ik ook vind, we zitten in die transitieperiode tussen PlayStation 5 en PlayStation 4. Dan vind ik van um, laten we hem dan ook eens testen op de minst sterke van de twee, PlayStation 4 en PlayStation 5, om te zien of hij daar dan overeind blijft staan. Nou, laat ik heel eerlijk zijn. Ik ben een beetje geschrokken dit weekend, jongens. Ik, uh, ik ben een groot Call of Duty fan. Um, dat, is, dat is een beetje hetzelfde als met FIFA. Uh, het wil niet zeggen dat. Alles top notch is, maar qua gameplay komt het gewoon het meeste uh, uh, dichtbij van wat ik leuk vind. Dus ik neem dan de gebreken die er zeker zijn, die neem ik voor lief. Omdat ik dit gewoon het leukste vind spelen. Uh, als ik s'avonds thuis kom, doe ik meestal even een uurtje. En s'avonds speel ik dan gewoon wat langer een, een, een single-player-game of iets wat ik moet gaan testen. Maar dit is gewoon mijn go-to fun-game, als het ware. Dit is overigens de. Futu Map. Uh, ik ben geschrokken. Uh, allereerst de graphics op de PlayStation 4. Het is gebaseerd op de Modern Warfare uh, Engine uit 2019. Maar ik vind het er nou niet bepaald. Spectaculair uitzien, het is een beetje wazig Allemaal um, de animaties van de, de characters als ze doodgaan vind ik ook niet echt super spectaculair. Uh, veel glitches, uh, frame drops, uh, al dat soort zaken. En um, mijn grootste probleem is ook al en het heeft Call of Duty best wel vaak. Ik zie gewoon vaak niet goed uh, de mannetjes. Kijk nou naar die ja, die characters. Ik bedoel, dat is. Ja, ik ga niet zeggen dat het PlayStation 2 materiaal is, maar. Het is gewoon niet een hele fraaie uh, shooter. En, en tussen al die bosjes en straks ook maar die, die andere map in het wit. Je ziet gewoon heel erg moeilijk uh, waar mensen zitten. Tussen al die, uh, al die bossages en al dat soort dingen. Dan, dan uh, ja, moeilijk te zien. Dat ten eerste. Um, de maps. Drie maps. Nou, we hebben er nu twee gezien. Die andere krijgen we straks wel te zien. Is niet heel briljant. Ik bedoel, het is oké. Okay. Ik denk dat ik. Kavutu uh, vond ik het meest leuk. Die op het dak die was vreselijk cramped. Dus zeker 12 tegen 12 was het gewoon. Echt te veel. Dan zat je boven op elkaar. Uh, en die, ja, die witte map. Uh, he, helemaal in het snow. De uh, Red Star map. Uh, die was weer veel te groot. Want ik heb hem eerst 6 tegen 6 gespeeld. Nou ja, dan was je aan het uren wachten. Nou, hier zie je deze map. Dit is een grote binnenplaats. Met allemaal gebouwen eromheen. En vanuit die gebouwen kun je ook nog eens gewoon uh, flink snijpen. Dus het was zeker in het begin best wel even lastig. Om een. Uh, om. Ik, ik ben geen sniper. Ik, ik haat snijpen. Um, uh, maar om. Dat, dat spel tussen sniper en wat meer een assault- uh, 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 of submachine-vechter uh, ja, is, is vaak. Uh, het is een leuk spel, want het is dan van, ik moet dekking zoeken en dan moet ik naar hem toe gaan, wetende dat uh, als ik dichtbij kom, close combat uh, of medium, dat ik voordeel heb omdat ik een assault heb. Nou goed, dat was heel lastig, omdat het best wel een grote open vlakte is en uh, je de hele tijd weggepopt werd. Dus de balans was nog niet helemaal uh, lekkers. Dan de wapens, jongens, uh, de wapens. Um, laat ik heel duidelijk zijn, als je de beta hebt gespeeld, de STG44, dat is wat ik nu heb, is zwaar overpowered. Of misschien beter gezegd, die andere wapens die zijn niet heel erg fijn. Um, ik snap het, het zijn Tweede Wereldoorlogwapens. Dus die schieten allemaal wat minder zuiver. Dus dat voel je ook wel degelijk. Maar de impact. Hè, Boris zegt het vaak: een wapen moet lekker voelen. Als je schiet en je schiet iemand dood. Uh, dan wil je dat voelen met je controle. Ik weet niet. De impact, het geluid, alles. Het, het was er niet. Het. het alle wapens klinken ongeveer hetzelfde als het waren en het voelt ook allemaal hetzelfde. het, het, het Ja, ik, ik kreeg gewoon niet een goed gevoel van. Het moet, het moet een beetje een soort van orgastisch gevoel zijn om mensen gewoon headshots te geven of een paar kills achter, achter elkaar te gaan. Dat zat er gewoon niet in. Naar nou, dat geluid dat was uh, inderdaad sowieso niet goed. Dat gaven ze ook wel toe. Dat zijn ze aan het patchen geweest tijdens de Beta. Maar wapens. Ja, die klonken gewoon niet heel erg tof. Als je een granaat uh, gooide, dan hoor je... Pfft, weet je wel, dat soort dingen. Ik bedoel, het, uh, niet heel spectaculair. Dus ook dat vond ik toch wel uh, een beetje schokkend. De uh, respawn points, jongens. Ja verschrikkelijk. Uh, met name in die close combat uh, 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 map um, die uh, dat hotel, Hotel Royale ja, de eerste dagen vroeg helemaal nergens op. Ze, ze spawnen echt recht voor je loop gewoon. Dus uh, ook andere maps hadden daar gewoon probleem mee. Het is een beta. Daar zijn betas voor. Maar er zijn ook beta's geweest waarbij het respawnen en allemaal al vele malen beter in balans was dan wat het nu was. Dus dat was niet heel erg uh, tof. Nou, er zijn nog een aantal dingen als de mapvoting was er niet. Ik weet niet of dat er later in gaat komen. Uh, uh, ja, dan de nee. Uh, vind ik wel heel erg belangrijk. Uh, irriteer ik me maatloos aan dat je maps niet uh, uh, kan stemmen. Want dan zit je het hele zelf uh, uh, bijvoorbeeld een klote map te spelen die je gewoon niet wil. En dan moet ik er weer uit en er weer in. Uh, daar heb ik helemaal geen zin in. Dan. Oh ja, ook leuk was, uh, en dat is een aanpassing, niet zozeer negatief, is dat de, uh, de, uh, de minimap die je hebt, ja, de vijanden komen daar niet zo 1, 2, 3 uh, op te staan. Dus uh, daar, daar is dan een, um, ja, een attachment voor uiteindelijk waarbij je uh, dat kan aanzetten. Dat je als de vijanden schieten de, uh, en ze hebben geen silence erop dat je uh, dat ziet. Uh, maar je ziet hier, bedoel, je ziet de vijand niet op de minimap. Dat is wennen. In het begin vond ik dat heel erg lastig. Um, die attachment aangezet, nou, dan zag je het wel wat meer. Dus dat, dat vind ik dan wel fijn. Maar je ziet nu bijvoorbeeld wel uh, dat jouw, um, jouw medespelers, als die aan het schieten zijn, dan weet je ook ongeveer waar iemand staat. Het, 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 het maakt het ietsje moeilijker. Het maakt het ietsje minder, zoals je gewend bent. Ik wil niet per definitie zeggen of het goed of slecht is. Het was even opvallend en ik had er even uh, wat, uh, wat last van. Nou, je ziet hier ook, ook, ook ja, die grafische wat je had. Ongelooflijk veel uh, lensflare. Weet je, een zon er helemaal in. Die was vreselijk overdone. Uh, als je het over het geluid hebt ook. Weet je wel, bij die Gavatu, de Gavutu-map. Uh, uh, een tropisch eiland. Daar is dus blijkbaar een tropische storm. Want je ziet die palmbomen waaien. En uh, uh, de, 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 allemaal, het regent. En zo, Je hoort het niet. Je hoort gewoon een heerlijk zonnige dag zonder wind. Dus ook dat klopt niet helemaal. Uh, helemaal. Uh, er waren ook wapens die hadden een soort van. Blur-effect op het moment dat je het schoot, uh, dan, dan, dan werd je beeldwazig. Lijkt me ook niet heel erg handig uh, om dat te gaan toevoegen. Dus of dat nou niet goed was of wel goed, weet ik niet. Dat hebben ze uh, er ook uitgehaald. En deze map, Hotel Royale, is er in de loop van zondag dus uitgehaald. Omdat zoveel mensen aan het klagen waren over de spawn points. Um, ja, dat ze besloten, oké, okay, die map werkt op dit moment niet. Dus uh, die halen we eruit. Gaan we even naar iets uh, echt wat anders is dan andere Call of Dutys. Ik wil niet zeggen dat het nieuw is. Want ik vind het meer een aanpassing. De wapens, dames en heren. Um, dat heb ik ook alleen maar even gecaptured voor jullie om te laten zien hoe de wapens werken. Nou, je ziet hier: uh, dit was mijn wapen. Een wapen heeft nu 10 attachments. Je kunt 10 attachments erop zetten. Nou ja, dat ik weet niet of dat een goed of slecht ding is. Ik, ik zet namelijk altijd mijn perk aan dat ik extra attachments op mijn wapen kan zetten. Dat vind ik prettig. Nou, nu heb ik er 10. Um, en er zitten heel veel dingen in. Nou, je ziet hier ook dat ze ook een aantal nieuwe dingen uh, aan het toevoegen zijn. Dus naast uh, uh, de barrel en de optic en de stok, uh, heb je nu ook twee extra nieuwe dingen. Hier kan je dus bijvoorbeeld uh, 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 ja, att perks of attachments neervoegen, die eigenlijk vroeger meer perks waren, zoals Deep Breath. Dat je steadier kan schieten. Um, en dat heet dan. Um, ja, dat zijn de twee onderste dingen. Daar zit nou net eventjes mijn, uh, mijn, uh, mijn pipje voor. Um, hier zie je ook de bullets, daar kun je wat aan, mee aan veranderen. Nou, dit vond ik vrij OP, want er zit er bijvoorbeeld een bullet in... ...en die heet volgens mij Burned, geloof ik. Dan zit ik even te kijken hoor, welke dat is. Uh, maar in ieder geval, als je, als je daar iemand zijn benen mee raakt... ...dan gaan ze hele benen eraf, dan kan hij eigenlijk niet meer bewegen. Dus als enemy ben je dan eigenlijk een beetje kansloos. Ik, ik weet niet of dat helemaal gaat werken. Nou, hier zijn al de wapens dan. Het zijn er niet heel veel... Maar dat kan ik me natuurlijk ook wel voorstellen. Ten eerste komt er natuurlijk DLC aan. Ten tweede, met die tien attachments, je krijgt belachelijk veel mogelijkheden. En de vraag is dan ook, en dat is ook iets wat heel erg in de community. Uh, ik heb veel op Reddit gezeten, waar dus echt alle, alle Call of Duty spelers dan aan hun, hun pros en cons uh, gingen opzetten. En uh, die zeiden ook van met die 10 attachments, het is zoveel. Hoe ga je dat met, ga je dat een beetje in balans krijgen? Want op dit moment was de STG 4.4 4, 4 was zo overpowered dat op een gegeven moment iedereen gewoon dat wapen aan het gebruiken was, uh, terwijl ik dacht dat de, uh, de M1 Garand, uh, wat ik een heel fijn wapen vind, uh, die gebruikte helemaal niemand, omdat je daar gewoon veel minder goed mee uit de voeten kwam. Dus um, ja, dit, dit, ik, ik ik heb hier nog mijn twijfels bij of 10 attachments dan wel zo goed is. Het is niet nieuw, want veel van die attachments zijn eigenlijk weer perks die je uh, uh, bij de andere Call of Duties had. En die zijn hier dan veel meer aan je wapen uh, ja, uh, toegewezen. Goed. Um, heb ik dan een leuke tijd gehad? Nou ja, ik, als ik, kijk, als ik eerlijk ben. Ik, ik heb altijd een leuke tijd met een shooter. Want ik vind het gewoon hartstikke leuk om uh, kills te maken. En. Uh, de eerste dag uh, zat ik overal alleen maar onderaan. Op een gegeven moment uh, kun je attachment op je wapen zetten. En dat merk je echt enorm. Uh, en op zondag uh, ja, was ik gewoon steeds nummer 1 of 2 in de team Datchmans. En maakte ik mijn kills wel. Maar als ik heel eerlijk ben, ik was niet echt weggeblazen. Ik bedoel, het zag gewoon niet goed genoeg. Uit de balans was nog. Vind ik gewoon nog ver te zoeken. Ik vond de maps niet heel erg tof. De wapens voelden niet lekker aan nog. Uh, zoveel dingen die nog veranderd moeten worden. Voordat ik zeg van. Um, het gaat impact hebben. Um, en het is Sledgehammer. Hè? Het is de minste van de drie developers. En dat. Ja, al die geruchten die we hadden. dat Call of Duty niet op tijd klaar zou zijn. en weet ik allemaal wat. Ik, ik vind het nu wel wat spannend aan het worden. Dus ik ga hier nog geen degen, definitief oordeel over uh, vellen. Uh, de beta gaat gewoon door aankomend weekend. Um, en dan mogen de Xbox-spelers er ook bij. en alle PlayStation-spelers. er gaan meer mensen spelen. Dan, uh, dan kun je het zelf ook gaan proberen. Ga ik ook weer doen. Ga gewoon weer op de PlayStation 4 spelen. Ik bedoel, ik weet wel dat de PlayStation 5 er mooier is. en dat die 60 uh, frames per seconde. en 120 frames per seconde heeft. Uh, maar ik, 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 ja, ik vind het belangrijk dat De, de minste, uh, want als die daar Goed is, dan is die op die, al die andere Platformen ook gewoon goed, dus vandaar dat dat Mijn basis is om te gaan spelen, maar Ik heb nog wel Een hoop twijfels Dus uh, Nog geen hele positieve uh, uh, Oordeel over de beta, over Call of Duty Vanguard tot nu toe, laten we kijken Hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen En dan in november is de volledige game Klaar